We back again. Fortnite. Ooit gehoord van muscle memory, dames en heren? Dat houdt in dat als je eenmaal iets fysieks geleerd hebt, zoals hele snelle vingertjes hebben waarmee je 90's kan doen, dat dat altijd een soort van in je onderbewuste brein blijft. Wat ik hiermee wil zeggen is simpelweg gewoon, na al deze maanden kan ik nog steeds die f***ing 90's. Oh, clean. Decoy grenade? Wat is dit nou weer? Okay. Oh, dat is mega handig. Dit heb ik inderdaad vaker gezien. Hiermee kun je mensen echt ziek outplayen. Bro, er zijn nog maar 14 mensen in het potje. Hoe lang heb ik zitten rondkutten, joh? Oké, come on, give me the goods. En daarna gaan we op zoek naar mensen. Wat is dit voor gekke Deadpool-achtige... Nou ja, maakt ook niet uit. Oh, wat? Er zit beneden maar iemand. In één keer hoor ik iemand lopen, man. Laat me met rust. Nee, oh. What the f***? In één keer, last moment, hoor ik iemand naar me toe creepen. Hou op, joh. Ja, nee, ik ga voor de gewone shotgun. En iemand anders is ook naar me toe aan het bouwen momenteel. Yes. Fuck! De grote vraag is natuurlijk, werkt mijn creator code nog? Jeroen Kampioen. There we go. Doet hij het nog? Hij doet het nog, dames en heren. Jullie weten wat jullie moeten doen. Ja, ja. Bro, wat zijn deze gekke gouden guns? Ja, het is gewoon een tag, dus ik heb hem niet echt nodig per se, denk ik. Oh, wat de f***, nog zo'n guy. Huh? Oké, give me die SMG. Thank you. En dan even deze mini-shield nemen. Bro, wat een begin meteen. Oh, top, ik hoor nog meer mensen. Ja, hij zit hier binnen. Weer zo'n gouden guy? Are you kidding me? Wat doen al deze gouden mannen hier? Oh, what the fuck? Van waar? Daar is ook nog iemand. Nee, maar dit is toch even oneerlijk. Ik weet niet of ik iets kan doen om hier weg te komen. Nou, hij zit volledig achter me aan. Ik ben zo dood, jongens. Oh, no, bro. Het is dit of niks, dames en heren. Ik ga hem gewoon opwachten. I'm fast as fuck, boy. Ja, dat is dus ook gewoon niet te doen. Weer zo'n smerige Nia-skin. Fuck off, Nia. Oké, ik hoorde iemand met een Scar naast me. En die wil ik eigenlijk heel graag hebben. Oké, dat is die guy. Oh, no, hij is goed. Ja, nee, hij bouwt heel snel. Dit is akelig. Decoy nades. Oh, dit is de Scar waar ik het over had, dames en heren. We got him. Oké, dat er even bij. Easy. Ik hoor mensen in de verte vechten. Ik heb inmiddels shields, dus let's go, go, go. En ik heb ook wat bouwmaterialen. Ja, ze waren aan het vechten bij Pleasant, denk ik. Oh, wat? Er zit in het midden een gigantisch schat hier, oh. Ik denk dat ze daar dan ongeveer aan het vechten waren. Daar kwam het geluid wel van. Ja, joh. Ja, joh. Ben jij helemaal gek geworden? Oké. Het werkte, dames en heren. Spray and pray. Oh, what the fuck? In één keer zit er ook nog een snipe guy achter me. Hij probeert high ground te pakken. Oké. Bro, ik dacht dat ik daar dood ging. En ik heb nog steeds niet mijn decoy nade gebruikt. Ik ben bang dat dat hem ook niet meer gaat worden. Ik neem de sniper mee, dames en heren. Ik had al 3 keer dood moeten gaan, dit potje. Maar we leven nog. Still going strong. Ja, ik heb een airdrop nodig. Of iets van een kampvuur of zo. Hey, daar zag ik iemand. What the f*** do you think you're doing, buddy? Nope. Oké, ik ben echt heel scheef. Oké, ik weet niet zo goed wat ik moet doen, dames en heren. Ik wil eigenlijk gewoon er liever van doorgaan. Aangezien ik niet echt bepaald veel HP heb momenteel. Wacht, ik zou het water in kunnen springen. Fuck it, let's go. Sterf maar lekker. Ik ga er vandoor. Hoppakee, speedboat wordt gepakt. Oké, waar kan ik een kampvuurtje vinden? Ik moet eigenlijk even mijn boost key op iets anders neerzetten. Want als ik nu probeer te boosten, dan gebeurt dat. Bootje hier even parkeren. Yes, yes. In de tussentijd. Bro, ik zou heel graag die decoy nades mee willen nemen. Maar ik heb geen flauw idee voor wat ik het zou moeten ruilen. Als ik nu een tech of zo had, dan had ik op zich mijn SMG wel kunnen droppen. Maar ik heb een f***ing pump. Come on, give me something good. Oh, een aug. Ja, nu is de grote vraag. Wat is beter? De gewone of de burst? Ik ga voor de burst, man. 75 HP, 100 shield. We are good to go, man. Oh, wat? Wat is dat fort daar, oh? Zit daar iemand? Ik wil eigenlijk ook even meer snipekogels hebben, man. Bro, what the f***. Ik heb zijn tactical shotgun gepakt, iedereen. En nu gaan we denk ik even terug naar die decoy nades. Is dat een plan? Voor die decoy nades gaan? Ik denk dat dat een plan is, dames en heren. Daarmee kan ik straks easy de laatste guy killen, denk ik. Oh, f***. De zone komt eraan. Ik kan ze helemaal niet ophalen. Oh, nee. Daar gaat het meeste plan. Bro, ik heb decoy nades nodig. Had die guy trouwens ook geen sniperkogels? Hallo? Knul? Sniperkogels? Nee, had hij niet.
Kom op, doosjes, snipekogels. Ja. We hebben inmiddels 14. Oké. Okay. Waarom de f*** lijkt het trouwens alsof alles onder water is? Oh, de sauna is nu één groot f***ing golfding. Hoe kan het dat dit me nu pas opvalt? En holy f***, het ziet er echt tering chill uit. Gaan we! 360 no-scope. Ik vlieg hier overheen en dan... Ja, oké, nee, laat maar. Om heel eerlijk te zijn wil ik gewoon decoy nades vinden. Zodat ik de laatste guy makkelijk kan killen. En dan gewoon de rest van het potje campen. Is misschien p***y? Klinkt wel als een slim plan. Oh, ja hoor! Ja hoor, de decoy nades. Oké, okay, snel nog even naar die f***ing airdrop toe lopen. En dan moeten we hier weg, want de sauna komt over een paar seconden ook al. Oké, okay, shield potion, please. Oeh. Nee, f*** it. Niet nodig, we hebben de decoy nades, man. Bro, ik heb ook nog een shield gevonden, maar de sauna komt eraan. Come on. Oké, okay, ja, pak dat en rennen. Rennen voor ons leven. Oké, okay, laten we niet vergeten dat ik ook nog 2 jump pads heb. Dus mocht het nodig zijn, zou ik ook dat kunnen gebruiken. En dus de decoy nades, die ik even op nummertje 4 ga zetten. Of... nummer 5 of wat het ook maar is. Oh, zag ik daar nou een opening? Ik zag heel even een opening. Ah, dat is helemaal kut. 5 mensen levend nog. Ik heb het idee dat ik mijn... Oh! Oeh, oké. Okay. Ik wilde net zeggen, ik heb het idee dat ik mijn kleurenblind mode even moet aanpassen. Want alles is fucking donker. Maar het kan misschien ook wel gewoon komen door het water. Oké, okay, dus hier zijn waarschijnlijk 2. En daar was ook 1. En ik ben er nog. Dus dat zijn alle 4 de laatste mensen. What? Wat is deze guy aan het doen? This dude, what are you doing? En hij heeft een jump pad gebruikt. Really, man? You are pretty boy. En ik mis al mijn shots. Ik heb hem letterlijk geen enkele keer geraakt. Ik ga in de tussentijd gewoon proberen te snipen, denk ik. En mocht ik hier weg moeten, kan ik altijd de jump pad gebruiken. Wat over een paar seconden trouwens al zo is. Wat is een slimme plek om heen te vliegen? Ik weet niet waar ik heen moet. Even koekeloeren of er iemand aan deze kant van de cirkel zit. Zo niet, dan claim ik deze kant nu gewoon als mijn kant. Wacht, ik ga mezelf even inbouwen. Ik heb wel spijt van het feit dat ik een burst scar heb gepakt. Ik had beter gewoon een normale kunnen pakken. En ik denk de hele tijd dat ik mensen zie vliegen, maar het zijn vissen. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik wil gewoon tot het einde wachten en dan iemand doodmaken met decoy nades. Oh, daar zit iemand. Oké. Okay. Even koekeloeren of hier ook wat leuks voor mij tussen zit trouwens. Bro, we hebben een heavy assault rifle. Heb ik waarschijnlijk helemaal niks aan late game. Ik wil me... Ja, die wil ik. Later! Ik ga nog niet met jou vechten, makker. Er zijn nog 4 mensen. Jullie vechten het eerst maar even lekker met elkaar uit. Ah, dat is kut. Oh, ik heb hier de bouwmaterialen niet voor. Ik wil dit helemaal niet doen. Weet je wat? Ik hoef niet per se te turtelen. I got this, man. En iedereen heeft ook de high ground. Ah, ze zijn met elkaar aan het vechten. Ik loop ondertussen stiekem naar boven. Yo, mannen. Er hoeft nog maar 1 iemand dood te gaan. En dan ben ik comfortabel om al mijn decoy nades te gebruiken om iemand te outplayen. Oh, wat? Daar zit gewoon iemand. Got him. Oh, en de sauna komt ook dichterbij. Die andere guy die heeft high ground. Maar het ziet eruit alsof ze aardig op elkaar gefocust zijn. Ze gaan nu wel allebei voor zieke high ground. Dat is wel fucky. There we go. Ze hebben het uitgevochten. Oké, okay. Waar is die laatste guy dan? Ik gooi gewoon al mijn decoy nades heen. We zien het wel. Oh, dit was dom. Ik had moeten wachten totdat hij naar me toe kwam. En al mijn decoy nades zijn gone. Ik ben zo dom. Dames en heren, ik ben in paniek. Ik weet niet wat ik moet doen. Help. Help! Heb ik hem? Ja, ik zit boven hem. Ik zit boven hem. Ik zit niet meer boven hem. Ik zit niet meer boven hem. Bruh. Yo, ik zit weer boven je. Don't shoot. Don't shoot. En hij zit weer boven mij. Ja, maar zo kan het nog wel even doorgaan. Woe! Ik neem mini shields boven je. Oké, okay, dat was een worth shot. Ik ben dood. Ik ben f***ing dood. Misschien was het slim geweest als ik daar een piramide op geplaatst had. Zodat hij me niet naar beneden kon yeeten. Dit was wel weer even lachen na een tijdje. Misschien ga ik wel wat vaker Fortnite spelen. In ieder geval, vond je de video leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even. We gaan richting die 200.000 abonnees. Very epic. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.